Women are far worse than men. Far more aggressive and boy can they be smart. Klinkt ook als Trump, sorry hoor, maar het is echt zo. Dagelijks HD. Dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag moet ik mezelf eerst even voorstellen. Hi, ik ben Don. Vandaag gaan wij onze zinloze kennis testen. Onze kennis waar wij letterlijk niks aan hebben. Het heeft geen meerwaarde tot ons bestaan. En dat gaan wij doen op deze website. Zoals, wacht wat. Only introverts got 27 out of 27 in de tricky spelling test. Dus oké. Alleen introvert mensen, zelf beschouw ik me wel als een introvert persoon, zouden 100% score moeten krijgen op deze test. Oké, die wil ik wel doen. Maar bijvoorbeeld ook deze. Weet jij alle namen van alle Disney katten? Kijk, maar dat moeten we gewoon weten. We moeten daar achter komen of we dat allemaal weten. 1 van de 50 personen kan de Disney ogen bij het karakter binden. Moeten we weten, daar moeten we achter komen. We gaan het allemaal doen. De introvert quiz. 100% in deze tricky spelling test. Oké, we gaan kijken. Is het wondrous of wondrous? Wondrous. Really? Ik heb het nu al fout. Ik kan het nu. Oké, is het paradigm of paradigm? Het is met een G. Is het accidentally of accidentally? Volgens mij schrijf ik het zelf altijd als de eerste, maar het zou best wel de tweede kunnen zijn. There we go. Is het homage of homage? Deze. Got him. Is het nutritious of nutritious? Nutritious. Is het performance of preformance? Performance. Is het narrative of narrative? Het is 1T. Is het receptable of receptacle? Ik weet niet wat het woord betekent. Ik ga voor tickle. Tackle. Shit. Is het succinct or succinct? Ik ga voor die. Unlabeled of unlabeled? Deze. 90 of 90. Ja, dat is deze. Volunteer of volunteer? Die. Occurrence of occurrence? Oeh, met een A of met een E? Dat is met een E. Jongens, opletten. Want misschien heb je hier nog wat aan bij, tijdens je Engels test of zoiets. Van dat je het goed schrijft. Poultry of poultry? Die. Souvenir of souvenir? Die. Is het een holy of holy? Wow, holy. Ja, ik kende het woord niet. Necessarily of necessarily? Het is met een E. Twee E's zitten er sowieso in. Temperature of temperature? Nee, temperature. Accommodate of accommodate? Dubbel M. Niche of niche? En wat is het woord? Volgens mij is niche een ander woord dan niche. Dan gaan we voor niche. Recurrence of recurrence? Die. Spaghetti of spaghetti? Is met de H, dat is sowieso. Unduly of unduly? Ik heb ook geen idee wat dat woord is. Mystic of mystic? Ja man, draag gewoon even de fucking boel even om. Mystic. Trolley of trolley? Trolley. What? Oh shit. Mannequin of mannequin? De eerste. Visualization of visualization? Met een Z. There we go. Wat is mijn score? 22 van de 27. Nou, dat is alsnog. Al zou ik zeg maar een toets hebben, heb ik nu alsnog een ruim voldoende. Ik ga omrekenen wat dit is in zeg maar gewoon schaal 1 op 10. Dat zou betekenen dat ik een 8,1 zou hebben. Als ik het goed heb berekend. Weet je de namen van deze Disney katten? Dit is de ultieme test hoor. De ultieme test waar iedereen op heeft gewacht. Wie is deze kat? Prinses? Marie? Queenie of Duchess? Marie? Duchess. Oké, ja, doe maar zo. Wie is dit? Bruno, Lolly, Brutus of Lucifer? Brutus. Hij zag er wel uit als Brutus, maar het is fucking Lucifer. Wie is dit? Ja, maar dit is de Cheshire Cat. Dat weet iedereen. Snowball, Kitten, Ella of Marie? Was dit niet gewoon Kitten? Marie. Hello, my name is Jeff. Wie is dit? Tuxedo, Bolt, Leroy of Mittens? Ziet er wel uit als een Mittens. Bolt is toch die ene hond, dus het is Mittens. Ja, dit is Bolt. Die film heb ik overigens niet gezien. We hebben hier Phineas T. Featherbottom, Thomas O'Malley, Tullus Lautrec en Burton Guster. Het ziet er wel uit als een Phineas, maar ook een beetje als een Burton. Ik weet deze gewoon weer niet te plaatsen. Gaan voor Burton.
Thomas O'Malley. Oké, hey, doe maar zo. Wie is dit? Hero, Lucky, Sushi of Mochi? Oh shit, dit is van Big Hero 6. Fuck, hoe heet het? Hero was dit ene hoofdkarakter. Lucky, geen idee. Sushi zou kunnen of Mochi? Ik ga voor Sushi. Het is Mochi. God dang it. Wie zijn dit? Ping en Pong, TNK, Bur en Mies en CNM. Bur en Mies en CNM. Wie is dit? Butter, Robbie, Milo of Oliver? Dit ziet eruit als een Oliver. Hij straalt gewoon Oliver uit. Wie is dit? Tullus, Berlioz, Thelonious of Miles? Dit ziet er wel uit als een Miles. Berlioz. Oké, hey. Je kan ook gewoon echte namen invullen misschien. In plaats van gewoon een paar rag op je toetsenbord geven en... Dat is een naam. We hebben hier Geppetto, Falstaff, Figaro of Boots. Geppetto was sowieso die ene baas van Pinocchio. En aan de houtschilfertjes te zien is dit ook in het Pinocchio verhaal. Shit, dat is echt alweer een tijd geleden. Is dit Figaro? There we go. In Pinocchio. Hé, hey, houten jongen. We hebben hier Rufus, Phineas, Abel of Clyde. Oké, we gaan voor Rufus. There we go. We hebben hier Pascal, Van Gogh, Toulouse en Maurice. Het is wel een Maurice. Hij zag er wel uit als een Maurice. Eerlijk. En Myrna, Dinah, Lois of Maybell. Dit is een Maybell. What the fuck? Wie is dit? Fiona, Fluffy, Felicia of Fifi? Volgens mij is dit... Nee, Fifi is meer een hondennaam, toch? Fiona, Fluffy, Felicia, Shaniqua. Oh, Fifi. Nee, het is... Oh, het is wel Felicia. Oké, ik zat er gewoon compleet naast. Van de 15 heb ik er 5 goed. Compleet ruk. Ik weet de katten niet te benamen van de Disney films. Oh. Ik weet niet of mijn hart wil dit kan verdragen. We gaan een herkansing doen. Wat betreft de Disney-karakters. 1 van de 50 personen kan de ogen van het Disney-karakter binden aan de naam. Oké, we hebben hier Doris, Dumbo of Thumper. Dit is Dumbo. We hebben hier Tweety Pie, a Rabbit of Lumière. Dat is Tweety Pie. Dit is Minnie Mouse. Dit is de Cheshire Cat. Zag ik meer aan de kleuren dan aan zijn ogen. Dit is Cruella de Alhoewel. Is dit niet Ursula? There we go. Ging bijna verkeerd, hè? Anastasia, Fairy Godmother or Lady Tremaine? Fairy Godmother, what? Het is wel Lady Tremaine, oké. Dit is Quasimodo. Valt niet te missen. Dit is Ariel. Belle heeft blond haar. Dit is Scar, want dat zie je gewoon letterlijk aan zijn litteken. Haha, haha. Pocahontas, hoe is het? Ik heb jou nooit gezien, maar ik herken je gezicht. Dit is Belle, hello. Had ik toevallig laatst nog gezien. Zat ik gewoon lekker in mijn eentje als 27-jarige knaap met chippies en frisdrank bellen en het beest te kijken. And I don't give a shit. Pumba, hoe is het? Oh jemig. Nala, Abu, Gus. Deze ken ik niet. Gus. There we go. Pinocchio. Rapunzel. Dat is van die film. Hallo. 14 van de 15 goed. Nummer 6 had ik dus niet goed. Welke was de? Ja, die Lady Tremaine. Ik ken de ogen. Maar ik ken geen kattennamen. Niet acceptabel. We gaan er nog eentje doen. Oké. Dit is een leuke. Wie heeft het gezegd? Donald Trump of Gaston? En Gaston is een beetje de bad guy. Spoiler alert. De bad guy van Bella en het Beest. De zin luidt. It's not right for a woman to read. Soon she starts getting ideas and thinking. Je zou zeggen, Donald Trump, een beetje controversieel met vrouwdenigrerende uitspraken. Maar deze komt van Gaston af. Omdat in de eerste scène, of een van de eerste scènes van Belle en het Beest, loopt Belle door het dorp heen met een boek. En Gaston die is daarop tegen. Oké. Every inch of hair of me is covered with hair. Ja, maar dit is ook gewoon Gaston. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, Donald Trump's kapsel is al een beetje twijfelachtig. Ik bedoel, kan je voorstellen dat hij echt zo'n toupette pruikhoofdding over zijn hele lichaam heen heeft? Nee.
My life has been about winning. My life has not been about losing. Oeh. Ik kan me niet herinneren dat Gaston dit heeft gezegd, dus ik ga voor meneer Trump. Hallo, meneer de president. The beauty of me is that I'm very rich. Ja, dat klinkt ook gewoon echt als Trump. A small loan of a fucking million dollars, hero. I do not wear a wig. My hair may not be perfect, but it's mine. Ik bedoel, als er één persoon van deze twee is waar haar klachten over zijn geweest, dan is het meneer Trumpetje wel. Hello. I use antlers in all of my decorating. Nou, je ziet het gewoon letterlijk in het plaatje erachter. Daar heb je het al. Gaston, who is it? My fingers are long and beautiful as... puntje, 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 are various parts of my body. Dit klinkt als een lekkere seksuele uitspraak van meneer de president Donald Trump. Hallo. Women are far worse than men. Far more aggressive and boy can they be smart. Klinkt ook als Trump, sorry hoor, maar het is echt zo. Het zijn echte uitspraken. My IQ is one of the highest and you all know it. Please don't feel so stupid or insecure. It's not your fault. Dit is een beetje een narcistische opmerking. Een beetje pronken met zijn eigen IQ. Gaston heeft nog nooit over IQ gepraat. Aangezien dat in een tijdsperk afspeelt van eeuwen geleden. En volgens mij zaten ze toen nog niet over IQ-getallen te praten. Dus Donald Trump, hallo, hoe is het? Jij arrogante kwal. I want 5 children like in my own family. Because with 5, then I will know that one will be guaranteed to turn out like me. Ja, maar dit is weer gewoon zo'n vieze, narcistische opmerking van meneertje. Donald Trump, yay! Jij arrogante kwakzalver. 10 out of 10. Dat is wel even een dapje waard. Zo, top. Hebben we daar ons even op uitgeleefd. Hey, dames en heren. We hebben zojuist weer onze zinloze kennis over de wereld getest. We zijn er goed uitgekomen, vind ik zelf. Behalve bij de kattenquiz. Dat is gewoon jammer. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog meer video's zien? Dan moet je even op het knopje drukken wat namen komt. Dus doei doei. Wel drukken, hè? Okay. Dagelijks HD. Dagelijks HD.